Liften is het makkelijkst voor aantrekkelijke jonge vrouwen. Maar klopt dat eigenlijk wel? Dit is Natasja. Ze is aantrekkelijk, ze is jong en ze is een vrouw. We hebben haar meegenomen naar de N201. Linksboven in beeld ziet u het aantal auto's dat passeerde voordat er een auto stopte. Onze Natasja had 10 auto's nodig om weg te komen van de liftplaats. Conclusie, een mooie jonge vrouw krijgt na 10 auto's een lift. De haardracht van Natasja bleek van betrekkelijk weinig invloed op het resultaat. Met rood haar 18 auto's, met blauw haar 19 auto's, met afrokapsel 15 auto's en met brommerhelm 16 auto's. De kleren van Natasja bleken van veel meer invloed. Conclusie, het snelst naar Utrecht kom je in een Tiroler heidepakje. Maar hoeveel auto's zijn er nodig als Natasja gaat liften met haar vriend? En hoeveel als Natasja gaat liften met haar Marokkaanse vriend? Natasja met 3 Marokkaanse vrienden. Hoeveel auto's zijn er eigenlijk nodig om een non mee te nemen? 3 nonnen. 3 Marokkanen verkleed als non. Terug naar Natasja. We hebben haar nogmaals alleen langs de weg gezet. Dit keer was het gepiep naar 9 auto's. En hoe zit het met Natasja met haar oma? Natasja met een Hells Angel. Een Hells Angel met de oma van Natasja. En tot slot een Hells Angel met een aquarium. Conclusie. Je kan als Hells Angel beter liften met een aquarium dan met een mooie jonge vrouw.